Bijna alle alfabetische geschriften die vandaag de dag gebruikt worden, zijn terug te herleiden naar het Semitische proto-alfabet. En deze verscheen voor het eerst aan de wereld in het land van Canaan. Canaan is het oudste naam voor het land van Israël. En dit is de wetenschap van de academici. Nou, dat is interessant, want de rabbijnen hebben altijd volgehouden dat ze het eerste alfabet van de eerste oorspronkelijke taal van de mensheid hebben behouden. En dat werd Hebreeuws genoemd. Maar diezelfde academici vertellen ons dat het Hebreeuws behoort tot de Canaanitische groep van talen. Op zijn beurt, de Canaanitische talen zijn een tak van de noordwestelijke Semitische taalfamilie. Dus het Hebreeuws is slechts een tak van de Canaanitische talen. Nou, als we echt goed kijken, dan zien we dat de Canaanitische taalfamilie slechts één taal is met kleine verschillen in dialecten. Deze Semitische taal werd gesproken door de oude volkeren van Canaan, de Canaanieten. Breed gedefinieerd bevatten de Israëlieten, de Feniciërs, Ammonieten, Moabieten, Amorieten en Edomieten. Nou, de academische wereld vergeet te vermelden dat Ammonieten, Moabieten en Edomieten ook Hebreeën zijn. Alleen dat zij zich afgesplitst hebben van de Hebreeuwse Israëlieten. Zelfs de Amorieten spraken dezelfde Hebreeuwse taal. En de Sumeriërs beschrijven dat ze zich verplaatsen vanuit Sumerië naar Eber-Nari, in het westen. Eber-Nari betekent voorbij de rivier. Vanaf de Sumerische standpunt is dat dus Canaan. En de Feniciërs, wie waren zij? Nou, Fenicië is echt een klassieke Griekse term die verwijst naar de regio van de Canaanitische havensteden. Fenicië zelf zegt niets over een culturele identiteit waarmee de Feniciërs zich mee zouden kunnen identificeren. Deze Feniciërs verspreiden het alfabet naar Anatolië, Noord-Afrika en Europa. De Grieken namen het over en gaven het door aan de Romeinen. De naam Feniciërs komt uit het Grieks phoenix, wat purper betekent. In de oudheid werd deze kleur hier geproduceerd uit de beroemde zeeslak. De oudst bestaande vorm van het woord phoenix is uiteindelijk geleend vanuit het oude Egyptische fenkel, wat Semieten betekent. De Grieken beschreven wel dat Fenicië vroeger Kna heette. En Kna is natuurlijk Canaan. Dus de academici zeggen dat je het op twee manieren kan bekijken. Of dat de Hebreeën vanuit Mesopotamië emigreerden en de Canaanitische taal overnamen. Of dat de Hebreeën etnisch Canaanieten zijn en dat zij in de loop der tijd hun religie veranderden tot de eerste monotheïstische geloof. Beide standpunten zijn problematisch, omdat de academische wereld gewoon de andere kant op kijkt als het gaat over wat de Hebreeën zelf schreven in hun Bijbel en andere bronnen. Ik denk dat als de academici geen verleden zouden hebben met een christelijke achtergrond die ze al lang hebben verworpen, dat zij zich totaal anders zouden kijken naar de oude Hebreeuwse geschriften. Zij zouden deze geschriften als exotisch en interessant ervaren, met als gevolg dat ze meer van de Hebreeuwse geschiedenis zouden accepteren. Hoe dan ook, de archeologen en de taalkundigen lijken het bewijs te hebben gevonden dat de Canaanieten Semitische volkeren waren, met allen dezelfde taal, Canaanitisch. Maar als het gaat over de Canaanitische Hebreeuwen, dan spreekt men van Hebreeuws. Helaas hebben de rabbijnen geen antwoord hoe het kan dat de Canaanieten dezelfde taal spraken als de Hebreeën. Beter gezegd, de meeste van hun weten überhaupt niet dat ze dezelfde taal spraken. En dat is best begrijpelijk. De rabbijnen zijn geen archeologen en archeologie werd pas echt ontwikkeld als een wetenschap in de 18e eeuw. Er is één uitzondering en dat is de mening van de beroemde Nachmanides uit de 13e eeuw, Rabbi Moshe ben Nachman, Gerondi. In zijn commentaar op hoofdstuk 45 van Genesis beschrijft hij dat het Hebreeuws een Canaanitische taal is die gesproken werd in Canaan en dat de elite van Egypte in deze taal kon spreken. Nachmanides verwees ook naar de Bijbelse boek Jesaja en daar staat: op die dag zullen er 5 steden in Egypte zijn die in de taal van Canaan zullen spreken en zweren bij de Heere der Heerscharen. Hier drukt Nachmanides een punt uit, geheel in tegenstelling tot de gangbare traditie van de wijzen van de Talmud, dat het Hebreeuws de Canaanitische taal is. Inclusief met dit houdt Nachmanides vol dat het Hebreeuws de heilige taal is en dat uit deze taal alle andere talen voortkwamen in de tijd van de Toren van Babel. Ever of Heber wist deze oorspronkelijke taal te behouden en Hebreeuws is daarom naar hem vernoemd. Dit concept werd nog aangehouden in de cirkels van niet-Joodse geleerden tot de 18e eeuw, wanneer de wetenschap van de archeologie zijn intrede maakte.
Dus uit de informatie die we vandaag de dag hebben, zijn we toch geneigd om aan te nemen dat Nachmanides samen met de archeologen voor het grootste deel gelijk hebben. Maar we blijven nog steeds met één grote vraag. Hoe is het mogelijk dat de Kanaanieten in de heilige tong spraken? We vinden dat de voorvader van de Kanaanieten Kanaan wordt genoemd. Dus, wie is Kanaan?